werkers in het Veluwse Putten. Het gaat erom dat we ons eigen product geloven. Vandaag dat het mij... De punten dat het haalde. Tot nu toe had Haarlem 9 wedstrijden gespeeld en 1 puntje gehaald. Een 1-1 gelijkspel tegen Top Os. En dit weekend pakte men weer een puntje tegen de Go Ahead Eagles. En Walter van Harst was daarbij aanwezig. De HFC Haarlem maakte een ongekend slecht seizoen door. De Roodbroeken haalden slechts 1 punt uit 9 duels. En dat terwijl Haarlem 6 jaar geleden nog maar in de eredivisie speelde. De fans koesteren daarom vooral het verleden. Ja, het wereldelftal vroeger met Piet Huig, Gerrit Ketton, Ruud Gullit dat hier gevoetbald en Martin Haar. Dus dat we kampioen werden. Daarna goede tijden Europees voetbal erachteraan. Dat waren wereldtijden. Begin jaren 80, dat waren echt de 7 goede jaren. En nou hebben we inmiddels dan al de 17 slechte jaren. 7 slechte jaren erachteraan krijgt. En het is helaas iets langer geworden. Maar wat Haarlem mist is een goede spits. Vorig jaar Donny Huizen gehad. Eén schiet ze er wel in. En hadden we nou een goede spits gehad, ging het ook veel beter. Wij missen gewoon een spits. De klok staat op 5:12. Ja, en misschien moet hij wel op 5:12 staan. Want ja, 1 punt uit 9 wedstrijden is niet iets om vrolijk over te doen natuurlijk. En we hopen dat er snel verandering in komt. Ja, het schijnt met geld te maken te hebben. Ja, dat zeggen ze altijd, maar ik denk dat het ook met een stukje beleid heeft te maken. Het bestuur. Het bestuur, ja. Als je altijd maar voorzichtig bent en niet durft te investeren, ja, dan kom je nooit ergens, denk ik. Nou heeft het bestuur gezegd dat ze dit seizoen eerst de schulden willen gaan saneren. Nou, daar zijn jullie klaar mee als supporters. Ja, ik vind het een prima zaak dat je schulden gaat saneren. Maar ik denk dat je na je supporters en na je sponsors toe ook een capabel elftal binnen de lijnen moet brengen. Maar zijn jullie daarin teleurgesteld dan, als fans? Ja, tuurlijk. Dat is uiteraard. Dat is logisch. Je kan moeilijk zeggen dat je het leuk vindt, toch? De naam is FC Haarlem! De naam is FC Haarlem! En dat zegt toch wel genoeg! En dat zegt toch wel genoeg! Je bent toch maar weer gekomen naar Haarlem? Ja. Seizoenkaartje? Ik heb altijd seizoenkaart, ja. Nou, daar bent u mooi klaar mee dit seizoen, want het is een dramatisch seizoen. Slecht seizoen, ja. Wordt u wel eens moedeloos? Nou, een beetje. Maar ja, ik kom hier al zo lang. We hopen dat het iets beter gaat. Ja, we denken wel eens, ja, misschien is het laatste jaar, maar we blijven komen. Maar wat is er dan toch gebeurd bij deze club, meneer? Sinds betaald is, ze hebben geen geld. Wat is het grote probleem? Geld, denk ik. En de spelers? Hey, ja. Spelers, ja, ze kunnen ze niet houden. Als je een goede speler hebt, hebben ze geen geld om de speler te houden. Hoeveel is er al niet weggegaan? Hoeveel in het hele land spelers die in Haarlem gespeeld hebben. En stel nou dat vanavond weer verloren wordt. Ja, dan gaan we de volgende keer toch weer. Omdat u een seizoenkaart heeft? Nou, nee, maar dan word ik misschien toch wel gegaan. Want je bent het zo gewend, Haarlem is je club en al zoveel jaren. Nou, dat verleer je dan niet meer eigenlijk. Afgelopen zaterdag kwam koploper Go Ahead Eagles dus op bezoek aan de Jan Gijzenkade. En ondanks de slechte resultaten kwamen er toch nog ruim 1800 mensen op het duel af. En zij zagen Haarlem in de eerste helft een 1-0 voorsprong nemen door een doelpunt van Gijzen. Even wennen dit zeker, met 1-0 voorstaan. Ja, zeker. Dat is een tijd geleden. Ik hoor er ook bij. Hou ze vol. Ja, ik ben niet benieuwd. Zo het jou ook heel weinig. Ben jij een goede speler te zitten? Ze spelen dus vrij behoorlijk. Ze vechten ervoor. Alleen, nu hebben ze een keer geluk dat ze voorkomen. En nou, ja. Ik wil hopen op een gelijkspel. Ah. U denkt niet dat ze gaan winnen, toch? Nou, dat vind ik wel een beetje erg gezocht natuurlijk. En deze trouwe fan kreeg gelijk. Want in de tweede helft kwam Go Ahead langs zij door een doelpunt van Erik Tammer. Die met deze kopbal de eindstand op 1-1 bepaalde. En ondanks het feit dat Haarlem onderaan blijft staan, zijn de fans toch best tevreden. Goed hoor, dat is even wennen. Dat is inderdaad wennen. Ze hebben ervoor gevochten en ze hebben eindelijk eens een keer een klein beetje geluk gehad. En
En voor het eerst sinds al die weken is er weer een beetje wat te vieren in het sportcafé van Haarlem. Zoals jullie horen, ze zijn behoorlijk uitbundig. Gelukkig. En het feest aan de Haarlemse Jan Gijzerskade ging tot laat door, totdat het licht uitging. Dat was mooi. Walter van der Harst, hij verzorgde.